De lente komt er weer aan en dus ook het moestuinseizoen gaat van start. Lokaal Talent Beuningen organiseert een moestuinproject met vrijwilligers. En met dit project hopen ze eenzaamheid te verkleinen. Eén deel van de opbrengst gaat naar de vrijwilligers, maar ook leveren zij verse groenten en kruiden aan de voedselbank. Nou, wij hebben een braakstuk grond, zeg maar, wat bij de hotspot ligt aan het Rijsveld 4 in Beuningen. Dat sticht die perspectief. Dat hebben wij nu omgebouwd tot basis voor een tuin. En de mensen die in de tuin werken, die kunnen dan alle producten wat oplevert in de tuin, kunnen ze zelf meenemen. En wat er over is, dat gaat naar de voedselbank toe. Dit is Lokaal Talent en dat is een onderdeel van Stichting Perspectief. En dat is voor mensen tussen 25 en 60 jaar om samen te komen eigenlijk. Daar is onderzoek. Dus naar gedaan in Beuningen. Mensen tussen 25 en 60 jaar die zijn het meest of zijn eens zijn heel veel al eenzaam, zeg maar. Die weten niet zo heel goed wat ze moeten doen met hun besteding. En de senioren, daar is heel veel voor te doen in Beuningen. Er zijn echt dagbestedingen, leuke dingen, bingo, noem op, allerlei activiteiten. Maar die groep daaronder, zeg maar, niet. Dan heb je daaronder zitten weer de jongeren, die kunnen hier ook wel weer terecht. Daar gaan we weer activiteiten mee doen. Maar dus op de dinsdagmiddag hebben we dus hier van allerlei groepjes zitten, onder de moestuin, club, nieuwe mensen leren kennen, allerlei diverse groepjes, zeg maar, om mensen, om samen leuke dingen te doen eigenlijk. Achter mij ligt het braakstukje land nu, dat is al wel gereed voor bebouwing, zeg maar. Alleen de coördinator die maakt een plan van, nou, we gaan nu een kastje opzetten, we gaan zaadjes planten, we gaan aardappels poten. En daar hebben we sowieso wat mensen voor nodig. Helaas hadden we vorig jaar niet zo heel veel vrijwilligersmedewerkers, zeg maar, die bereid waren om te komen helpen te dinsdag. Konden niet of whatever. En dus nu zijn we eigenlijk wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het project is dan ook een mooie plek om elkaar te ontmoeten. Omdat het voor mij gewoon een manier is om mensen te leren kennen en om ook mijn kwaliteit in te zetten. Om nuttig werk te gaan doen, omdat ik in de maatschappij niet meer gewoon een reguliere baan kan uitvoeren. Vind ik het gewoon fijn om toch iets te kunnen doen voor de maatschappij en met mensen in contact te komen.